Yo, what up? Het is je boy Demo en je kijkt weer naar een nieuwe aflevering van Punch Out Battles The Judgment. Dit keer hebben we het over de reeks van halve finale event battles. En ik ben zoals altijd met onze lieftallige juryleden aan deze kant zit excellent Kimo. Aan mijn linkerkant hebben we gastjurylid Fo en Tim Beumers. En de battle waar we het nu over gaan hebben is de battle van Dave tegen Draak. En ik ben eigenlijk heel benieuwd wat Kimo van deze... Het was wel een heel klein beetje een draak van een battle. Een draak! Wat grapje! Ik heb bij Dave vooral echt heel weinig opgeschreven. Alleen op het einde zullen we een portie vlammetjes delen. Ja, die was maar die kwam wel lekker uit. Maar dat je een portie vlammetjes met hem wil delen? Of? Nee, hij is een bar. Het was een bar van hem, maar ik kan het allemaal wel eten. Ik heb er geen moeite mee, maar... Dan heeft hij 3 rondes over gedaan voordat ik het heb opgeschreven. Okay, daar is dan ook alles mee. Dus dat was de enige bar die jou echt bijbleef in. Ik heb voor de rest echt niks opgeschreven. Ik kan niet eens. Maar Draak was er ging er wel lekkere hype in, weet je wel. In het begin was wel zijn hypeness en zijn bars niet helemaal in evenwicht. Zijn bars landen niet altijd helemaal. Maar hij kwam met wat exposing dingen op een gegeven moment. En ik vond wel grappig gebaar, zei jouw lul wordt alleen gezogen als je schaamlijst hebt. Daar kan ik wel mee focussen. You related to that. En hij zei, noem me maar Piet Paulus, maar ik kom met je wift. En dat vond ik wel grappig. Hij moet iets een beetje balanceren tussen zijn hypers en zijn bars. Maar ik vond hem wel duidelijk de betere. Oké, balanceren als in de bars moeten de hypers matchen? Ja, het was gewoon, het ging soms een beetje langs het publiek heen of zo, had ik een beetje het gevoel, of ik weet niet, zijn bars landen niet allemaal, maar het, naarmate de battle vorderde het iets beter. Oké. Ben je het eens met deze conclusie? Ja, ik vond Dave, ik heb echt alleen die bar inderdaad, maar ook delivery is gewoon... Dusdanig zacht dat niks landt en ook niks aankomt. Dus daardoor is het misschien ook moeilijk te verstaan of zo. Maar ik vind zijn delivery gewoon niet sterk. En daardoor neemt het al zijn kracht af van wat hij inhoudelijk vertelt. En bij Draak, zijn delivery was best wel on point. Hij was inderdaad hype. Maar voor de rest, wat Kimo zegt, dat matchen. Sommige bars van hem zijn gewoon ook echt corny gewoon. Van Draak. Dus... Ja, op zich, ik vond Draak wel de betere. En er zaten wat leuke dingen tussen, uit over Sanne Scherf of zo, iets met een gelukbar. En die jood met een ster op zijn jas of zo, wat hij nog nodig had. Ja. Dat was wel fatu. Maar, Jodenbars. Al met al, Dave moet echt werken aan zijn delivery. En Draak moet gewoon die bars die wel aansloegen, verder daarop voortborduren. Okay. Vond je de inhoud van Dave dan wel, zeg maar, op niveau? Nee, wat ik gehoord heb, het klonk op zich wel oké. Hij wist wel, hij was wat technischer en zo, dubbel rijm, ook daar ging hij over van Draak is de enige MC die nog solo mag komen met enkel rijm of zo. Maar ja, het technische aspect heeft hij wel, maar delivery en echt bars heb ik ook niet gehoord. Dus de showmanship. Ja, klopt, maar dat begint vooral bij zijn delivery. Want als het publiek hoort wat hij zegt, dan gaat hij er waarschijnlijk zelf ook lekker in zitten. En als het aanslaat, dan ben je uiteindelijk meer hype in die battle zelf. Okay. Dus dat. Excellent. Want jij ook als enige die vlammetjes maar hebt gezet met deze. Hun drie hebben als enige, dus jullie hebben eigenlijk alle drie die ene precies dezelfde bar opgeschreven. Ja. Ik was helaas niet in de gelegenheid om bars op te schrijven. Nee? Excellent, die staat daar natuurlijk gewoon te presenteren en te juggelen. Maar ik ben het wel mee eens dat... Een van de weinigen, of niet de enige bar is die bleef van maar het was wel een goede. Ik kon er wel wat van doen. Oké. Tim? Ja? Jij hebt ook een bar opgegeven? Ja, man. Nou, hier staat vlammetjesbar is wel leuk. Yeah. Maar betekent dat de rest is niet leuk? Dus dat doe ik ook niet. Ik kan je wel even vertellen wat hier allemaal staat. Ik sta hier, hij ziet eruit als je onzeker overkomende buurjongen. Hij heeft de delivery van een spreekbeurt. Wow. Hij zei geslijst en dat past niet bij zijn hoofd. En vlammetjesbar is leuk. En dat gaat allemaal over Dave. Over Dave. Maar het ding is een soort... Ja, ik heb niet tijd om veel te schrijven. Dat staat er. Ik heb ding is... Hij kan wel rappen.
Alleen hij heeft, zeg maar, hij is echt technisch aan de rappen. Zo, ik heb deze bar. En als het delivery is, het van. En als ik dan pauw, ping in de bam, boom. Als het dan. En dan heel ingeleverd opmerken. Dan komt hij. Ja, hij komt niet. Oké. Okay. Hij bouwt op naar niks. Okay. En je denkt van, nou, nu gaan we. Hij liet je de hele tijd in een suspense hangen. Het is een soort zoiets van techno-nummer dat je denkt, nu komt de drop. Oh nee, toch niet. Anderhalf uur later. Ja. Wow. En heeft Draak je wat beter? Luister, Draak lijkt zo erg op Jan Roos dat ik gewoon niet kan opletten op wat hij zegt. Hij heeft dezelfde bril, dezelfde huidskleur, dezelfde stem. Hij praat hetzelfde. Ik zweer, als je gewoon Draak luistert en je gaat dan naar een Jan Roos column wat hij inspreekt, zeg maar, op YouTube. Niet normaal. Hij is gewoon de Pwned Battle Rapper van 2017 of zo. Ja. En het schijnt dat Zwollenaar het vorige keer tegen hem al gezegd heeft, toen is het over mijn hoofd heen gegaan. Nu, ik zat boven met iemand te kijken en op een gegeven moment ik zeg, hij doet me denken aan iemand. En die gast die hier was, die werkt toevallig voor die hoek van de media, die zei, precies Jan Roos. Ik denk, fuck, dit is precies Jan Roos gewoon. En eigenlijk de eerste hele ronde zat ik uitgaan zo naar te kijken gewoon, ik wow. Maar hij begon volgens mij. Ernstig op jou. Hij begon volgens mij zijn eerste, zeg maar, zijn eerste ronde ook met zo. Ah, kut, Eikie, weer een blanke tegenstander. Ja, hij weet donders goed daarop. Dus alles. Doen, ja, kan ik nou weer geen kankerneger zeggen? Weet je, dat idee. Jij kan het ook niet trouwens, hoor. Nee? Wat deed dan net? Maar hij zeg maar, op een gegeven moment heel veel snackbars en klits diepfroten en oma penis grappen. Dacht van ja, oké, dat is wel oké. Weet je, ik vond het gewoon leuk wat ideeën voor zijn doen. Maar wat ik vooral super cute vond, dat hij zeg maar een hele familie met bleke huid en rossig haar bij zich had die achter hem stonden. Dat vond ik super leuk. Ga maar terugkijken. Ik zat zo uit te kijken en ik dacht, nou, er was een meisje binnen met rossig haar en krullen. En ik dacht, nou, bij wie hoort die dan? En toen ging Draak rappen en toen ging ze erbij en zei, ja, allebei wit met blosjes, zoals Baas B alleen dat kan. En ja. Oké, okay, maar heeft niks met de battle te maken, ja, maar toch. Hij kijkt altijd naar me. In dit geval, kan ik hieruit concluderen dat jullie eigenlijk zoiets hebben van deze battle had niet echt bars? Draak zegt op zich wel leuke dingen. En ik denk dat hij nog een beetje in die fase zit waar Kille Krop in zat, de eerste Zooi events. Dat het gewoon op een gegeven moment kwam er een moment dat je dacht van hè. Nu heeft Kille Krop gevonden wie die moet zijn in battles. En dit is Draak's tweede event, denk ik. Tweede of derde? Tweede, ja, klopt. Tweede. Er gaat voor hem ook een moment komen, als hij gewoon door blijft gaan, dat zeg maar zijn bars en zijn delivery over 2, 3, 4, 5, 6 events gaat aansluiten bij hoe hij eruit ziet. En ja, het is gewoon een leerproces. En hij deed het sowieso niet slechter als vorige keer. Dus. En volgens mij zelfs nog iets beter. Dus dat is goed, man. Ja, ik bedoel, ik heb wel allemaal shit te zeiken, maar uiteindelijk. Ja. Dus jullie zien wel een stijgende lijn. Je hebt een setup gedaan, hè? Bij je date setup van ja, je zei tegen die meid van. Is dit of dat, etc. Zei die niet. Oh ja! En toen trok de screenshot. Oké, maar wat staat er hier dan? Ja, het is gewoon een gesprek die hij ontkende. Had hij gewoon meegenomen op papier. Alleen één tip: volgende keer laat het ook aan de mensen thuis zien. Want hij liet het alleen maar aan hem zien en stopte het weer weg. Ja, je moet het ook naar de camera draaien zodat de mensen thuis ook kunnen zien dat het er allemaal daadwerkelijk staat. Je moet niet vergeten dat de camera er. Precies, dus volgende keer laat de mensen thuis ook even meegenieten, weet je wel. Ik ben eigenlijk ook heel benieuwd wat er nou op dat plaatje stond. Ik heb het gezien. Het stond echt een gesprek van hem met de meid. Ik vroeg van ja, hoe groot is je, toen zei je, whatever dingen zijn. Weet je hoe groot de sleur van de olifant is? Ja, de sleur van de olifant. Dat is gewoon serieus letterlijk op het papier. Dus. Okay. Ja. Maar was het alleen een losse screen? Wat was het? Was gewoon zo'n gesprek. Maar was het een Facebook DM of WhatsApp? Of? Oh, dat weet ik niet, man. Een WhatsApp gesprek volgens mij. Denk ik. Die dingen kan je ook namaken namelijk. Daar heb je gewoon sites voor. Ja, oké. Maar buiten dat. Ja. Volgens mij was het wel, want op het moment dat hij voelde zich echt keek die wel echt van, oh shit, ik ben gesnapt in deze, zeg maar. Ja, dat was dus wel leuk. Ik geloof wel, maar ik moet ook tegen zeggen, daarvoor geef ik Draak om de credit voor het juist gebruiken van een prop in een battle. Ja. Want je hebt soms boys die met shits mee naar battles en het slaat de plank mis. Dan heb je heel de dag gelopen met iets in je zak om te gebruiken in een battle en het heeft geen shit uitgehaald. Ja. Dus het connecte wel, het kwam wel aan. Ja, het werkte. Hij kwam met zijn blaadje en bam, het kwam aan, weet je. Ja. Dus ja, daarom zeg ik, het is gewoon beter dan wat hij deed. Ja, het is er nog niet. Zeker. Ja. En Dave, om even dat verder te gaan, Dave moet gewoon even kijken naar de boys die delivery en performance hebben. Kijk naar Kama, Wenna en Mitch bijvoorbeeld. Dat zijn boys die delivery en performance hebben. Weet je, kijk, je kan voor
De ene zeggen van ja, je hebt delivery, performance, maar geen bars. Maar deze man hebben echt delivery en performance die een Davy mist. Ja, qua Davy punches. Davy weer naar hun kijken, naar hun performance en hun delivery. En dat weer toevoegen aan zijn shit. En dan kan een Dave ook nog wat worden, snap je? Want ja, hij snapt wel hoe bars werken. Hoe heet die? Moet hij naar, hoe heet die? Blauwe bandana vandaag, Belgische vriend. Fiction. Weet je, hoe je zeg maar qua flows en rijmschema's ook tot een punt kan komen. Ja, ja. Weet je? Okay. Als jij nou tot een punt komt en jouw cijfers schiet, 5.0. 5.0 voor Dave en een 6.7 voor de Raak. Dus 5.0 voor Dave, 6.7 voor de Raak. Excellent, jouw cijfers voor deze punt. Dave 5.5, Draak 6. 5.5 en een 6. Kiemen? Ik heb Dave op een 5.5 staan en Draak een 6.5. Okay. Dave een 5 en Draak een 6. Alleen hij gooit die punt weer niet, hè? Twee voldoende. Ja. Punt. Oké. Okay. Ik ga dit even voor jullie berekenen en dan ben ik zo terug met de gemiddelde cijfers. En daar zijn we weer. Ik heb de eindcijfers. Dave is geëindigd op een 5.2. Draak is geëindigd op een iets hogere 6.3. Natuurlijk zijn deze juryleden niet de enige mensen die beslissen. Ook jullie hebben kunnen stemmen. Als je naar punchoutbattles.nl gaat, dan zie je hoe die stemming is afgelopen en wie er uiteindelijk heeft gewonnen. Ik wil mijn juryleden bedanken. Excellent, Kimo, Fo en Tim Beumers. Mijn naam is Demo en ik zie jullie allemaal terug bij de volgende aflevering van Punchout Battles The Judgment.